De afgelopen 40 jaar zijn wij door het wanbeleid van de mensen hier in Den Haag, zijn we allemaal enorm veel armer geworden. En nog los van het verval van de sociale instituties. Dat als je nu naar school gaat en studeert, dan leer je veel minder dan mensen 20 jaar geleden leerden. Dat alles over de hele linie is enorm verval. En het pleidooi dat dus iedereen moet werken en zo, twee verdieners. Ja. Dat is ook een beetje om te maskeren dat het gewoon niet meer te betalen is als één verdiener. Dus we worden allemaal armer. En om dat te camoufleren komt er een hele ideologie bij kijken van ja, we moeten allemaal werken.